Hallo lieve maagd, leuk dat jij er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 51, 18 december tot en met 24 december. Het is een algemene reading, haal ervoor uit wat je nodig hebt. Lieve maagd, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Vriendschap. Het voelt alsof je meer verbindingen aangaat. Alsof je een enorme steun bent voor mensen om je heen. Maar ook iemand die zelf graag steun wilt hebben. Om even in het positieve te blijven. Het gevoel hebben dat je soms even niet meer weet welke stap je verder mag ondernemen. Dus pak ook even de rust en kom wanneer het kan ook weer even onder de mensen. We gaan eens even verder kijken, lieve maagd, wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de maagd deze week verwachten? Ja, een viering, maar ja, kerst staat voor de deur. Dat is dus niet zo heel erg vreemd. Maar het voelt alsof je daar echt van gaat genieten. Even lekker kan gaan ontspannen. Ik merk ook even jezelf terugtrekken. Even aan jezelf denken. Je leeft heel erg met mensen mee. Tegelijkertijd ben je gigantisch aan het groeien. Ook al zie je het misschien nu niet. En tegelijkertijd zie ik ook dat het belangrijk is om liefde en licht aan jezelf te geven. Het voelt een beetje alsof je in een cirkeltje rondloopt. Terwijl je weet dat er gouden paleizen voor je klaarstaan. Ergens mag je een knoop doorhakken en dat vind je nogal lastig. We gaan eens even verder kijken naar een mooie boodschap voor jou, lieve maagd. Ik kan mezelf voorbereiden op wat er gaat komen, want ik ben verantwoordelijk. Dus laat dingen af en toe van je afglijden, laat dingen gebeuren op een positieve manier. Lieve maagd, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Super fijne feestdagen. En wil jij zelf nou ontwikkelen? 12 januari begint de mediumschapsopleiding. Wie weet zie ik je daar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.